Schutter, lekker kijken in de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 32. En dat is van maandag 5 augustus tot en met zondag 11 augustus. En dan staan de kaarten goed om te kijken wat deze week voor de boogschutter gaat brengen. Dan lijkt het boogschutter alsof deze week een bepaalde actie voor jou komt. Het lijkt een soort verliefdheid te zijn. Het kan een levensverliefdheid zijn, het kan letterlijk een verliefdheid zijn. In ieder geval lijkt het een heel veel warmte en aandacht te gaan brengen. Je lijkt de andere personen om je heen te accepteren zoals je bent. En ook zoals zij zijn. Hè? Dus het is een wederzijdse acceptatie. En dat zorgt eigenlijk voor een heleboel mooie, fijne momenten. Ook heb ik het idee dat daardoor een bepaalde zachte kant van jou wat meer getriggerd wordt. En het kan dus heel erg zijn dat je deze week heel erg veel voelt qua emoties, maar ook qua intuïtie en qua voorspellende dromen en dat soort dingen. Het lijkt gewoon alsof je heel erg geraakt wordt door je eigen zachte kant die je misschien wel wat vergeten was de laatste tijd. Het lijkt dus een hele positieve ontwikkeling te zijn. En ik zou ook zeggen, geef er even wat aandacht aan, want het lijkt je ook echt iets te kunnen gaan brengen. Dit was alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.